houden. Het is Saab Sieken. En let u eens op hoe dat vliegtuig gevleugeld is. Ja, ik had misschien moeten zeggen, let u eens op het geluid dat het vliegtuig voortbrengt. Want dat is nogal niet wat. Langzamerhand gaan we weer eens naar wat heftiger geluid. In dit geval een enorme motor die erachterin zit. Om dit redelijk zware vliegtuig de lucht in te krijgen. Nou, kijk nog eens even naar de vleugel. Dat is de zogenaamde eendvorm. Een grote delta en daarvoorop een klein vleugeltje. Vliegtuig en ja, die vleugelvorm die vind je tegenwoordig weer wat vaker terug. Als u langs de flightline loopt, dan ziet u dat ook op de Eurofighter en op de die heeft ook zijn die eendvleugel. Vooral in Europa is het behoorlijk populair. En er zit één grote motor in, één fikse flink kanon. En hij kon zeker twee keer de snelheid van het geluid vliegen. Ja, en die Zweedse luchtmacht die staat bekend om het gebruik te maken niet alleen van vliegvelden, maar ook van stukken snelweg. Je ziet allerlei stukken snelweg in Zweden die afgezet kunnen worden, waar ook shelters zijn voor straalvliegtuigen die dus in korte tijd gebruiksklaar kunnen maken en dan kunnen starten van een vrij kort baantje op zo'n geïmproviseerd baantje op de Zweedse snelweg. De wagen brandt weer aan en verticaal. 50.000 voet kan hij klimmen, niet op deze manier, maar hij maakt nu een enorme looping. Want het is vandaag, gisteren hadden we wat lagere bewolking, maar vandaag is het echt ruimte zat daarboven. En dan zien we ook wat dat ding in het verticale kan, want die Viggen is een snelle klimmer. Rond de vleugelpunt en om de vleugel ziet u regelmatig van die rookspoortjes. Dat is geen rook, dat is condens. Want door de enorme drukverschillen die er bij deze snelheid en ook bij deze bochten die de kist maakt, ontstaan op die vleugel en rond die vleugel, vinden daar op die plek bijna weersomstandigheden plaats. En heel snel worden de wolken gevormd. Regenbuien en onweers, maar ja, die zijn dan binnen een tiende van een seconde weer weg. Maar het zijn wel dezelfde fenomenen die ervoor zorgen dat er ook die wolkjes boven ons hangen. Maar dan veel sneller. In je broekzak, dan blijft dat waarschijnlijk iedere minuut ervan een wonder en een voorrecht om dat te mogen vliegen. Op deze manier goed te vliegen nu en laat u ook zien hoe makkelijk het vliegtuig beweegt. Het is echt nog een toestel dat met hydraulica werkt en met dat dan ook weer wel. En u zag het landingsgestel, dat zijn twee wielen achter elkaar, dat zie je eigenlijk bijna niet. De Russen hadden nog wel eens de neiging om dat soort malle landingsgestellen te ontwikkelen en die hadden de enige reden daarvoor was, heel simpel, dat ze van velden afkomen en van weggetjes afkomen en paden die niet zoals hier twee keer per dag worden stof worden gezogen en gepoetst en is dat stof worden gezogen? Het is zweefvliegen, hè? Die worden gestofzuigd. Dat is altijd een moeilijk woord, vind ik. Maar in ieder geval, dat is zoals wat lopen. Ik heb wat gelopen. Nou ja, goed, ga maar stofzuigen. Ik denk dat ik liever stof ga stoppen. Nou ja. De Saab Viggen, dames en heren. Saab heeft overigens, ik denk dat ze zeggen, Saab, dat zijn auto's. Ja,
Saab Aero als een auto, als een type van Saab, of als een extraatje van Saab. Saab heeft heel lang al vliegtuigen gebouwd. Hun eerste straaljager kwam vlak na de oorlog uit. Het is een soort rond tonnetje met vleugels, die heette dan ook de Tunan. En als u het oude logo voor ogen haalt van de Saab auto's, dan zaten daar twee propellertjes in. Want Saab had ook een prachtig verkeersvliegtuig ooit gebouwd met twee propellermotoren. En tegelijkertijd deden ze toen ook nog de auto's. Dus Saab en auto's, Saab en vliegtuigen. Dat je ook nog een extra langzaam kunt vliegen om op zo'n stukje snelweg te landen. In Zweden als het nodig is. Nou, we gaan kijken. Ik verstond dat jij zei dat die thrust reverser was om extra lawaai te maken. En dat klopt dus.